Dit is Bold Dating Site. Vandaag gaan we weer klaar zijn voor uw nieuwe kandidaat. En wie hebben wij vandaag speciaal in onze studio? Sientje. Sientje, wil jij eens aan ons vertellen wat voor fantastische man jij op zoek bent? Nou, ik zoek een man. Een knappe vent. Oh, een knappe vent. Met zijn eigen tanden. Eigen tanden. Veel geld. Veel geld. Geen speknik. Geen of kale kop. Geen speknik in kale kop? Nee, absoluut niet. Een Mercedes. Je hebt wel een beetje hoge standaard, Sientje. Want alle mannen met een Mercedes, die hebben in ieder geval een kale kop en een speknek. En die hebben veel... Nee, die hebben niet veel geld, want dat hebben ze allemaal uitbesteed aan hun Mercedes. Dus ik zou zeggen, meneer, als u de kloos in de buurt komt, of u heeft een speknek, of u heeft een Mercedes... veel geld, ja, die kijk je naar niet, naar dit soort programma's. Waarom kijken die niet naar die programma's? Nou, daar hebben we de eerste beller al. Nou, daar gaat hij komen hoor. Even kijken hoor. Eens even kijken. Wie belt? Kijk nou eens wat een leuke vent. Hallo, heb ik al iemand? Hallo? Ja, je hebt iemand. Oh, ja, bent u daar? Ja, dit is Bo van Bo Dating Site. Ja, die moet ik hebben. Ja. Nee, niet, hey. Je moet niet mee hebben, je moet Sientje hebben. Ja. Oh, goed. Ja, ik vind het allemaal prima. Ja. Hey, maar kunt u nog iemand gebruiken met een speknek? Ja. Oh, Sientje, je hebt mazzel. Ik heb iemand aan de lijn, speciaal voor jou, met een speknek. Ja, en een kale kop. En een kale kop. Wat denk je, Sientje? Wil je met hem praten? Nou ja, liever geen kale kop en een speknek. Maar als je een dikke Mercedes onder zijn kont heeft, dan kan ik daar. Ja, kan ik daar wel iets mee, hey, denk ik. Hallo. Ja, heb je nog een dikke Mercedes onder je kont? Ja, in zekere zin wel. Het is eigenlijk een fiets. Maar het merk weet ik niet meer, maar het is wel een goed ding. Een Mercedes fiets? Ja. Wat wil je dan? Dat is zo'n oude Gazelle natuurlijk. En dan moet ik zeker achter op dat sportbadje zitten. Zo'n spatbordje of hoe dat ook heet. Of voor op zijn stangetje. Nou, echt mooi lang. Nou, dat doe ik niet. Nou, ze mag wel op een stang hoor. Dat mag wel. Ja, ze wel. Ik mag altijd op een stang. Ze mag op een stang. Ja, maar ze wil niet op de stang. Ze wil ook niet. Ze zegt, Lau Loenen, ik wil niet op de stang. Wat zeg je er nou van? Maar wil ze niet naar Loenen? Begrijp ik dat goed? Nee, ze wil niet naar Loenen op de stang. Is te ver op de fiets. Ja, nee, sorry. We gaan door naar de volgende kandidaat. Want volgens mij krijg ik mijn tweede telefoon. Al door. Hallo, dit is Bo Dating Site. We gaan door naar de volgende bellen. Ja, zeker. Hallo, dit is Bo. Hallo, ik ben lesbisch. Ik zie er wel zitten. Hallo, dit is Bo. Ik ben Liesbeth en ik ben lesbisch. En ik zie er wel zitten. Een lesbienne. Nou, ik hou niet zo van die lesbiennes. Je weet niet wat je misgaat. Je weet niet wat je misgaat. Ik heb geen speknek en ik heb geen kale kop en ik heb wel een Mercedes. Ja, maar je hebt geen piemel. Ja, ik heb een vibrator. Oh nee. Een hele grote en een kleintje, je kunt kiezen. En dan nog hele kleintjes en een hele grote. En het kan ook met een eenvoudige kleerhangertje hoor. Nee, Bo, ik doe dat niet. Ik wil dat niet, Bo. Ik wil geen vrouw aan mijn lijf. Nee. Ja, dan kies ik die speknik of desnoods het oude model. Dag, je bekijkt het maar slecht. Spreek met Bo Dating Site. Ja, heb je interesse in Sientje? Kom maar even tevoorschijn. Hallo, met wie spreek ik? Ja, ik vind het heel leuk. Maar ik zou graag willen dat je die pruik even af zou zetten. Een pruik? Hoe komt die oude zak erbij met een pruik draagt? Sintje. Ja, maar schat, ik kan niet alles blootgeven. Heb je een Mercedes? Ik doe al genoeg mijn best. Heb je een Mercedes? Ja, je hebt een Mercedes. Heb je een Mercedes? En heb je meer dan een swimmingpool? 608. Ja hoor. Ja. En 60 op je bankrekening. Heel interessant vind ik dat. Ja. Heel leuk. En meer dan 60 op je bankrekening. Ja.
Ja? Ja hoor. En presteer je ook nog iets? Oh, fantastisch vind ik dat. Oh, ik fleur er helemaal van op. Nou, Sintje? Maar wel even de pruik afzetten. Ja. Ach, Sintje. Oh, wat prachtig. Je ziet er zoveel mooi. Prachtig zonder pruik. Oh, oh schitterend. Had ik dat geweten. Schitterend hoor. Geweldig. Ik weet niet wat je ziet. Applaus. Ja, nee, dat hadden we gewoon in één keer klaar. Het is een beauty geworden, ja, zonder pruik. Ja, een beauty. Nou ja. Afgelopen, ik ga naar huis. Het is afgelopen. Niemand belt. Oh. Ja, even kijken. Ik heb nog een laatste bellen. Hallo, je spreekt met Bo. Ja, dat weet ik, Bo. Je spreekt met mij. Ik zou je nog bellen. Ja, je zou me nog bellen. Maar ik wilde, nou ja, ik wilde wel, maar ik mocht niet in de uitzending. Nee, dus het is na de uitzending. Ja, het is nu na de uitzending. Ja. Ja, dus ik dacht, ja, goed, ik heb en geen kale kop en ik heb geen speknek en ik heb ook geen Mercedes. Dus ja, ik heb niet veel te bieden, maar ik dacht, ik probeer het maar. Ja, maar ik wil graag iemand met een kale kop en ik, niet speknekjes. Daar word ik helemaal zacht van. Nou ja, ik zei het net wel, maar ik heb niet echt heel veel haar. En ik heb ook niet echt een speknek, maar een klein beetje. Maar zou je dan misschien voor mij... Je kaal willen scheren? Nou, daar is niet veel voor nodig. Dus is het zo gebeurd, maar ik doe het wel hoor. Ja, en die speknek, nou ja, daar vinden we wel wat op. Oh, nou, dan moeten we toch wel een date van maken. Hè, schatje? Ja. Nou, ik en die Mercedes, jij komt wel mee. En die Mercedes, heb je daar nog geld voor gespaard? Nou, die heb ik af en toe met de taxi, zeg maar. Maar ja, soms ook wel een ander merk. Huren? Ja, misschien met de taxi. Met je kaal kop dan? Ja, wel, ja. Ja, en die spekbek? En die spekbek. Het is dit. Ja, en ik heb ook een fiets.